Oh, ik ga iets heel leuks jullie vertellen. Een hele dag op een andere plek is heel duur. Vandaag is mijn haar roze. Dit is uit mijn auto, dit is uit de wc hier. Ik heb speciaal voor het aantal. Super veel maskertjes. Zonder stress. Wauw. Volgens mij is mijn haar al wat minder warm. Als ik het zo zie. Hey, volgens mij best wel. Dat is fijn. Ik heb wel hier dus een spray in zitten, want het is echt heel erg. Hier, je ziet het ook wel een beetje. Hier heb ik dus wel bruin, maar hier is vanaf de aanzet dus helemaal blond. Daarom zit hier een spray. Die spray voelt er niet zo lekker. Ik ben een beetje zo'n gevoelspersoon, zeg maar. Als het hier viezig voelt, kan ik maar niet tegen. Dus hier voelt het echt zo een beetje suikerspin, maar kan niet anders. Ik ben voor het eerst thuis om 3:45. En ik ben een kwartier geleden vertrokken, dus ik ging 3:15 ongeveer van mijn werk. Echt super vroeg voor dit jaar. Echt heel chill, want de monteur belde. Die komt zo mijn verwarming maken. Echt al maanden heb ik geen verwarming, maar het boeide niet, dus... Dat stelde ik dus steeds uit. En toen heb ik 3 weken geleden of zo. Of 2 weken geleden. En Merel gebeld. De monteur komt zo aan, die klonk heel aardig. Nu, dit met rijstmelk had ik als ontbijt in een bakje meegenomen, niet gegeten. Dus die heb ik net weer opgewarmd. Deze is altijd los, hè, trouwens. Gewoon de hele dag. Maar hij chillt gewoon heel veel in zijn kooi. Het gaat super goed. Dus hij heeft nu een veel leuker leven eigenlijk. Hè? De hele dag los ben jij. Hij is ook zo schattig tegen me. We zijn echt zoveel kusjes aan het geven. Ik praat door elkaar heen. Met deze amandelpasta heb ik een beetje doorheen gedaan. Die is dus van Albert Heijn. Het is 100% notenpasta. Met alleen maar amandel. En die kost dus 4 euro of zo. Dat is niet echt duur. Je moet wel heel veel roeren. Het is wel geroosterd daar. Wat ik in ieder geval wil vertellen is dat ik vandaag voor het eerst moe ben door de dag. Maar dat komt omdat er dus... Toen ik in mijn klas kwam was er dus... Ik weet... Kijk, mijn vlogs lopen zo achter dat ik echt even niet meer weet wat ik verteld heb. Want... Het materiaal van 3 weken geleden heb ik nog niet teruggekeken. Toen ik in mijn klas kwam was er dus best wel veel niet helemaal oké nog. Dus het bord was niet goed en zo. Nou ja, zo waren er heel veel dingetjes. Dus die ben ik nog steeds aan het fixen. Maar nu ben ik dus het wifi-probleem aan het aanpakken. Wolly! Het wifi-probleem blijkt ook echt blond. Grappig. Heel anders is het. Het wifi-probleem... Ik weet dat heel veel mensen hier niet tegen kunnen dat ik zo hak op de tak ga. Het wifi-probleem is... Het grappige is, in mijn hoofd ben ik ondertussen super gestructureerd. Ik weet exact wat ik moet vertellen. Het wifi-probleem blijkt erger te zijn dan ik dacht. Onderwijsassistent en mijn collega van vrijdag zien het ook. Op een gegeven moment moet nu... Nou ja, ik denk dat 40% van de klas moet buiten het lokaal werken. Omdat daar wifi is, is gewoon niet te doen. Dus ik moest echt die man stalken die dat regelt. En hij zei, er moet iets uit Amerika komen, bla bla. En toen is hij vandaag met een collega wel vast langsgekomen om te kijken. We waren gewoon serieus de hele middag in mijn klas. Dus ik kon eigenlijk niet doorgaan met mijn lesprogramma. Dus daardoor was het gewoon best wel chaotisch. En alsnog zijn de kinderen zo lekker rustig, dat is zo fijn. Ze konden lessen niet geven en ze moesten ineens samenwerken. Ondertussen waren die mannen alle tablets aan het doen en moesten we de wifi veranderen, bla bla. Ik word gewoon moe van heel veel geluiden en stemmen. En als de kinderen dan gewoon allemaal aan het samenwerken zijn in groepen en er is een beetje onrust. En die mannen zijn bezig, dan word ik gewoon moe. Ik ben ook niet de enige ben. Maar dat is ook de reden waarom ik dit jaar wat minder moe ben door mijn werk. Omdat de kids dus iets rustiger zijn. Nu ben ik dus best wel moe, maar had ik dus eigenlijk best wel mazzel dat vandaag de verwarmingmonteur kwam. Waardoor ik nu al lekker thuis ben om 4 uur. Ik weet alleen nooit wat je moet doen als zo'n monteur er is. Want dan ga ik echt niet hier... Ik heb zo'n klein huis, dus dan is hij hier bezig. Dan ga ik maar naar hem kijken. Want ik ga niet hier op mijn laptop zitten of zo, toch? Ik heb ook trouwens nog de Vanola zilver shampoo erin gedaan. En de Vanola masker. Die trouwens blauw is. Heeft iemand ook het Vanola masker? Want die is blauw. En dan denk ik, blauw is voor bruin haar. Ik denk bijna dat het verkeerde spul erin zit ofzo. En dat wat bij de verf zit. Dat maskertje voor daarna. Wat je haar echt zo gezond maakt. Maar haar is echt zo gezond. Ik snap niet hoe dat kan. Nu stop ik met praten. Want anders zeggen mensen weer dat ik niet zo heel veel achter elkaar moet kletsen. Wat ik wel begrijp. Dat is een beetje saai. Yummy, deze olijven zijn zo lekker. Ik kan me echt voorstellen dat 99% ze echt niet lekker vindt. Ze hebben een hele rare smaak en ze zijn super hard. Maar ik weet niet, ze is echt heerlijk. Oh my god. Ik kan echt heel snel huilen bij tv, zelfs bij goede tijden, slechte tijden. Ik moest hier dus echt om huilen. Een meisje wordt gepest. Nu gebeurt dit, ik vind het echt geweldig. Maar tegen Demi hou jij voortaan je grote waffel. En deze vogel loopt de hele dag zichzelf te aaien. Ik mag hem dus nooit meer aaien sinds hij geen baby meer is. Maar kijk. Het is zo lief. Dit zit de hele dag in de kooi zitten om zichzelf te aaien. En ja, ik wil dan over 5 jaar minimaal 1 kind hebben uitgepest.
Heeft iemand ooit in zijn leven meegemaakt dat zijn koffieapparaat uit het niets ineens begint dit zo te lopen met water eruit zonder cupje erin? Ik klik op stop, hij stopt niet, moest de stekker eruit halen. Nu denk ik echt dat er een geest in mijn huis is. Opa, wat kan het anders? Heeft iemand het ooit meegemaakt? Ik klik hem uit en hij gaat weer aan. Dat vind ik heel eng. Even heel erg geen grapje. Ik vind het heel eng. Ik durf het niet nog een keer te zeggen. Opa. Oh ja, ik maak mezelf echt gek. Ik schrok zo erg. Oké, opa, als je hier bent, doe nu het apparaat aan. Thank God. Ik vind het echt, ik wil dat echt niet. Maar ik geloof wel heel veel dingen. Waarom gaat mijn koffieapparaat automatisch aan? 2 keer. Wat is dat? Ik vind dat echt niet leuk. Ik heb het ooit in mijn huis in Weesp gehad, toen ik van mijn ouders woonde. Iets met lampen. Maar ik vind het echt totaal niet relaxed. Hij is morgen jarig en we zien elkaar morgen niet. Want wat de morgen gewoon voor ons allebei niet zo goed uitkomt. We vieren het gewoon dit weekend. En later in de herfstvakantie ga ik hem meenemen als verrassing. Maar ik ben nu... ik wilde een ballon bestellen, maar dat vind ik eigenlijk zo suf met een kaartje. Dus ik heb een droogboeket. En die wordt dan morgen bezorgd. Heel mooi droogboeket. Nieuwe kansen. Nieuwe kansen en het afsluiten van dingen uit het verleden. Je 33e levensjaar wordt misschien wel een van de belangrijkste uit je leven. En dan heb ik een kaartje van een eenhoorn. Echt een meisjeskaart met een foto van hem eronder. Super grappig. Nou, dat is wel heel leuk. Kijk, ik heb zo'n kaart met zijn hoofd en een droogboeket. En een vaas. Hallo, het is 4:30. Even kijken, ik had kort voor 3 gesprek. Daarvoor heb ik even allerlei bladen gekopieerd met spellingsregels voor een leerling. En die wil ik op een gegeven moment ook... die heb ik op A3 voor aan de muur. Spellingsregels vanuit de methode Snapit. Voor iemand die daar thuis mee wilde oefenen. Die ze graag vorig jaar had. Die had ze vorig jaar nog niet, dus die wil ze nu. Blablabla. Bla, bla. En voor A3 voor aan de muur. En dan wil ik het ook nog op A5 gaan doen. Om een soort van spellingboekje te maken voor bepaalde kinderen. Ook voor de rest eigenlijk van de school. Dat die dat ook kunnen gebruiken. Dat je de regels erin kunt stoppen die je zelf nodig hebt. Want dat hebben we nog niet. Dus daar was ik mee bezig en toen had ik 2:45 een gesprek, wat echt in een kwartier had gekund. Maar het was gewoon, ik vind het gewoon heel fijn om over een kind te kunnen praten, uitgebreid. Dus dat duurde uiteindelijk 50 minuten. Toen had ik een gesprek met mijn collega, want we moeten... Oh, ik ben tegen mijn camera aan het praten. Wat is er? Nee, ik wou zeggen... Jouw gezicht is zo grappig. Ik heb er geen gesprek. Ik zei zo maar heel druk voor je uitpraat. We kunnen het ook wel een keer zo doen, dat we gewoon, als we even tijd hebben. Nooit. En toen was het 5:45. Ik dacht ineens, oh ja, ik was aan het vloggen. Ik weet echt niet meer wat ik aan het vertellen was, joh. Ik heb ook eigenlijk nu geen kracht meer om het te vertellen. Morgen werk ik dus en dan ben ik maandag vrij. De to-do-list is echt extreem nog steeds. Bizar. Er is zoveel wat ik wil doen. Het liefst werk ik gewoon echt tot 10 uur 's avonds door. Want ik vind het ook leuk om te doen. Maar ja, het is 5:45. En ik moet gewoon over 4 uur naar bed. Dus ik ga maar even het bord klaarzetten. Doe ik wel morgenochtend. Ja. We gaan. Ik ga lekker naar huis, jongens. Peace out. Het Snapit-probleem, het internetprobleem is waarschijnlijk bijna helemaal verholpen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben wel heel blij dat het wifi-probleem bijna opgelost is. Want ik wilde gewoon echt niet van lokaal verhuizen. Want ik ben gewoon zo blij met het lokaal. Weet je, het is allemaal helemaal naar mijn wens nu. En het bord is gewoon zo chill. En ik ben nog steeds, ik weet dat ik het 100 keer zeg, maar zo blij met dit schooljaar. Gewoon mijn klas. Oh, ik ga iets heel leuks jullie vertellen. Nou, sowieso heb ik even wat spelling. Ik wil nooit te veel, want dan weet je niet meer waar je moet kijken. Maar toch heb ik ze wel even opgehangen. Dit zijn wel even de belangrijkste regels nu. Dit is een poster van groep 4. Dus die moet ik nog even vervangen voor eentje van groep 5. Die ziet er anders uit. We hebben zoiets geweldigs. Class Dojo, voor wie het kent. Die monstertjes waar je punten mee kunt verdienen. We hebben dus allemaal een eigen monstertje. Je kunt dus alleen punten verdienen. En per groepje. En per hele klas. Maar eigenlijk hadden we altijd wel een soort van klassenbeloning. Bij 1000 punten gingen we een ijsje halen of zo. Maar nu zag ik ineens staan verzilveren. En dan kan je dus per leerling je punten verzilveren. En nou, toen we dat zagen. Ik ben dus, als ik dat zie... Dan denk ik, oké, we stoppen eventjes nu met het boekverslag. Of het is af, maar we gaan even niet de boekverslagen voorlezen. Die 10 minuten gebruiken we nu even om te bespreken wat we kunnen verzilveren. Ik vond het dus helemaal geweldig. Dus we hebben samen een lijst gemaakt met dingen die ze graag willen.
Een dansje kiezen op het moment naar keuze kost 7 punten. Ze begonnen ook heel hoog in te zetten, maar dat vind ik wel leuk, want dan moet je echt sparen. En punten verdien je dus door goed gedrag, dus dan moet je echt sparen om het te krijgen. Nou, dit heeft vandaag al iemand ingezet. Dit heeft één iemand, heeft dit 2 keer ingezet. Vandaag, want met de regen gingen we Zoep in India kijken. En zij heeft dus bij beide keren eten, heeft zij er punten gebruikt. Ze heeft nu nog maar 0 punten. En ik zei ook van, nou, weet je zeker dat je het wilt doen? Er zijn kinderen met veel meer punten, die kunnen het ook doen. Want als zij dat kiest, is het voor de hele klas. Dus dat was wel heel erg lief. Maar daar leren ze ook heel erg veel van. Dus iedereen, dankjewel, dankjewel. En ik zei, ja, dan hoop ik dat iemand anders dat ook een keer gaat doen, zijn punten gaat inzetten. Dus voor mij is het ook wel interessant om te zien, nou, wie durft zijn punten weg te geven, wie is er heel zuinig. Ze zien het als een soort geld. Echt, oh, die kan ik nog niet kopen, want ik heb pas 10 punten, weet je. Nou, hier mag je me helpen op het digibord tijdens het uitleggen van de les. Die is eigenlijk best duur. Taak naar keuze voor 1 dag, dan mogen ze hier zelf kiezen welke taak ze die dag willen hebben. Zou ik ook niet doen, maar goed. Buiten spelen, spel kiezen, iedereen doet 1 ronde mee. Na de les op de computer van juf werken, dus een spel op mijn computer. Vinden ze heel leuk. Bij de juf eten heeft vandaag ook iemand gedaan. 10 minuten van de dag invullen naar keuze. Dat moet wel een beetje op afspraak. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, oké, morgen doen we even geen godsdienst voorlezen en dan gaan we iets anders doen. 15, want anders gaat het te vaak gebeuren. Dit heeft iemand ook vandaag gedaan. Bij 1 les mocht hij ergens anders zitten, dan moet diegene ook echt... Degene waar hij gaat zitten moet dan ook gewoon naar de plek van diegene toe gaan. Dat is gewoon de regel. Een hele dag op een andere plek is heel duur. Iemand wilde heel graag dit mogen veranderen op donderdag. Super schattig. In de tussenruimte mogen werken. Sommigen mogen sowieso in de tussenruimte werken als ik het zeg. Maar dat je het zelf mag kiezen of op de gang. Kiezen welk stemniveau. Dat is heel erg leuk. Iemand koos vandaag voor geen stem. En toen was het ook doodstil in de klas. Want ik zei, ja, zij heeft 8 punten moeten betalen om geen stem te hoeven hebben. Om dit stemniveau te kopen. Dus ik wil wel dat jullie helemaal stil zijn. Het was het doodstil in de klas. Konden ze helemaal stil werken. Superleuk. Wat je wil doen als je klaar bent werken. Dat je dus niet aan je plusje of je werkpakket of een werkblad moet. Maar dat je misschien een spel mag doen. Aan het bureau van de juf werken bij 1 les. Er zitten vaker kinderen, maar dat kan je dan ook kopen. En dat je voor 9 uur naar de wc mag. Want dat mag eigenlijk niet. En die is niet zo heel duur. Maar toch zet je dat niet zomaar in. En nou ja, dit zijn dus die stemniveaus. Die heb ik dus gekregen van Charlotte. En heel lief, ze gaat... Ik miste dus een paar dingen voor op mijn bord. Vakken. Die gaat ze voor mij erbij maken. Wat ik echt heel erg lief vind. Maar ik kan het dus niet zelf. Dus daar ben ik super blij mee. En mijn andere collega heeft deze dus ook al. Omdat ze ze zo mooi vindt. Nou, Class Dojo is dus dit. Ik laat het even niet helemaal zien. Want dan zie je meteen alle kids en al hun punten. Maar even als voorbeeld. Dit is dus waar je punten mee kunt verdienen. Allemaal 1 punt. Antwoord geven. Dat vind ik namelijk heel erg goed om te stimuleren. Dat je dus antwoord geeft op de vraag. Dat je vinger opsteekt. Je boekverslag. Dat je deelneemt. Dat je doorwerkt. Allemaal algemene dingen. Dat je iets vraagt. Die heb ik eigenlijk specifiek voor een bepaalde leerling. Want haar leerdoel is dat ze een vraag stelt als ze vastloopt. Maar de hele klas kan dat natuurlijk doen. Algemeen. Dat je het juiste stemniveau gebruikt. Bepaalde vakken staan ertussen. Nou ja, sommige kinderen zijn heel goed met muziek. Kunnen daar lekker punten mee verdienen. Rustig werken, samenwerken. Dit is gewoon echt wauw als je iets heel goeds doet. Stilte teken. Dus als het druk is in de klas. En niet stil, maar dit doet. Dan kan je punten mee verdienen. Dit is eigenlijk voor kinderen die gewoon... In deze klas heb ik dat nog niet zo heel vaak kunnen gebruiken. Maar ja, je hebt altijd wel kinderen die het moeilijk vinden om zich goed te gedragen. En als het dan ineens dat ik denk, wow, wat een omslag. Dan kan je... Hebben ze misschien wel eens een minpunt gekregen, kan je hier lekker 3 terugverdienen. Want je kunt namelijk ook minpunten krijgen. En dat is, tot nu toe hebben we deze als minpunten. Ook samen besloten. En dan staat hier dus hoeveel punten je hebt. En dan moet ik hier dus bijvoorbeeld invoeren, nou, 7 punten voor wat. En dan gaat dat eraf. Echt heel leuk. Dat is gewoon weer de hele middag. Ik, 's ochtends heb ik geen pauze, 's middags geen pauze. Maar ik doe het ook zelf. Maar ik wil gewoon, ja, anders red ik het gewoon allemaal niet, joh. En ik moet zeggen dat ik het best snap als mensen soms heel lang op hun werk blijven hangen. Want het is ergens best wel chill. Om zo lang op je werk te hangen. Ik had trouwens bij Junior Einstein ook heel leuk gezien dat ze superleuke dramalessen en zo ook hebben die je kunt printen. Junior Einstein, daar heb je ook geschiedenis, je hebt van alles. Nou, dan ga ik even plassen en dan ga ik nog even lekker naar huis fietsen. De lucht is heel lekker, dus daar ben ik blij mee. Stop. Morgen hebben we teamuitje. Ik vond het wel heel chill dat ik voor het teamuitje vrij was. Daar hou ik altijd van. Dan kan ik lekker uitslapen en mijn ding doen. Dan ben ik lekker fresh en niet na een dag werken. En nu werk ik morgen dus wel. Dus ik ga wel lekker op tijd naar bed, want we gaan roeien. En dan hebben we een pubquiz die ik organiseer met allemaal feitjes over team. Waar ik heel erg veel zin in heb. Dus
Ik wil eigenlijk vanavond heel graag weer even editen, want ik baal wel heel erg dat mijn vlogs achterlopen. En het is ook jammer, andere banen erover, maar ik kan er gewoon niks aan doen. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Weet je, mijn werk hier gaat natuurlijk gewoon voor. En in de weekenden wil ik ook gewoon lekker leuke dingen kunnen doen, dus dat is allemaal heel logisch. Maar ik hoop gewoon dat ik het weer een beetje kan inhalen. Hi, good morning, Fadi. Nu lijkt je op een alpaca. Fluffy. Fluff. Fluff. Vond je het zo leuk dat er gisteren weer een man in ons huis was? Je bent verliefd op elke man, Fluff. Dit is zo verslavend. Je bent zo fluffy. Je bent zo fluffy. Ik hou van jou. Waarom ben je altijd als ik uit de kooi al zo chagrijnig en nu zo happy? Je bent zo dik. Je bent zo fluffy. Ben jij een alpaca? I love you. Nu moet ik echt stoppen, anders red ik het niet. Ik kan het echt de hele dag doen. Fluffje. Dit vind je leuk, hè? Fluff. Fluff konijn. Oh, ik moet echt stoppen. Ik ga voor het eerst sinds heel lang weer sojala koffie drinken. Hij was 1 per se gratis. Amandel ook, die heb ik ook besteld. Maar ik heb al zo lang geen soja meer, omdat ik dus... Ik denk dus dat ik gewoon tegen sojamelk kan. Maar ik heb ook veel te veel melk. Dus vergeten dat het super erg opschuimt. Omdat ik dus natuurlijk zo erg extreem op mijn buik aan het letten ben. Had ik geen soja meer gedaan. Maar de koffie is zoveel minder lekker met... Wat een herrie hier! Met rijst en amandel is je koffie veel minder lekker. Want het schuimt gewoon totaal niet. Dus nu weer eens genieten hiervan. En ja, mijn buik doet nog steeds super veel pijn. Ik heb nog steeds die laxeerzakjes niet genomen, hè, want... Het is gewoon nog niet uitgekomen. Ik heb nog geen 1 dag gehad dat ik het me kon permitteren. Deze vrijdag weer niet, een teamuitje. Nou, we gaan weer opa koffie zetten. Nee, ik hoorde dat het apparaat zichzelf gewoon reinigt, dat het daaraan ligt. Eigenlijk mocht ik van mezelf nog niet sojamelk openmaken. Omdat ik nog best wel veel amandelmelk heb. Maar dan maak ik nog havermout mee. Deze is bijna op. Zo. Hallo, vandaag is mijn haar roze volgens de kinderen. Het ging eigenlijk juist goed, dus toen dacht ik, ik doe hier mijn Marianilla cacao masker in. Dat heb ik een beetje een bruin aanzet en blijkbaar wordt dat dus rozig. Dit moet ik er weer uit gaan wassen, maar ik weet niet of dat lukt. Vooral hier is het heel erg. Hier is het gewoon helemaal bruin, het valt gewoon heel erg op, terwijl de kleur juist eigenlijk heel goed is. Dus ja, dat viel vandaag heel erg op. Ik heb het echt 1000 keer gehoord. Ik loop nu een beetje verpaald, maar prima. We hebben zo'n teamuitje. Met dit haar. Oh, het is wel echt heel erg. Oh. Oké. Okay. Het was weer een leuke dag. Ik ben nu wel gaarder omdat ik 5 dagen heb gewerkt in plaats van 4. Ben je op de vlog? Nee. Yay. Hey. We gaan het teamuitje. Ik ga lekker deze camera gewoon neerzetten. Er komt toch geen water in de boot, Michael? Nee. Kan ik hem gewoon zo neerzetten? Ja. Zie je alleen je rug? Je kan ook vragen of Ronald even filmt. Ronald! Doet hij wel hoor. Ik hoorde dat er ook een cameraman is die heet Ronald. Ik ben ziek goed samenwerken. Als kind niet, maar nu ben ik fantastisch. Ziek? Ben je ziek? Ziek goed. Huh? Ik kan niet in onze generatie. Maar er moet ook iemand uit de jury komen, Michael. Wij moeten beslissen. Ik vind het een beetje eng eigenlijk, de camera. Ja. Mag daar niet op staan? Nee, dat mag best niet. Ja, je mag je voeten er wel op zetten, maar je mag er niet op staan. Hier ook wel? Nee, daar ook wel. Daar mag je op en op dat ronde die zo loopt. Hou jij voor vloggen? Nee, joh. Best grappig om de kids te zien. Nee, ik vind sport gewoon, het enige wat ik leuk is dansen en skiën. Verder vind ik het gewoon allemaal niet leuk. En fietsen. Ik wou ook altijd dat we alleen maar sport te doen op teamuitjes. Sorry. Ja. Haal op. Gelijk. Jeetje, Lina. En Gimmert Rad als laatste gekozen ook. Ja, Charlotte, zou je die goed op? Esther niet. Jawel hoor. Echt?
Zo leuk. Ja. Ik ben toch heel goed hierin? Geen commentaar. Ik kan andere dingen echt supergoed. Dankjewel, juf. Je bent heel goed in vloggen. Ja. Ja. Oh. Nee, ik ben echt slecht in elke sport, behalve dansen. Hou op. Hou op. Ik heb gelijk. Oh, Sandy, je hebt het wel gehoord dus. Ja? Hou op. Ik heb gelijk. Ik was vet goed hoor. Vraag maar. Erin. Weet je wat ze nu zeggen? Hou op. Gelijk. Hou op gelijk. We hebben dus zo de quiz. Die ga ik presenteren. Want toen zeiden ze, ja, toch wel leuk als we een prijs doen. En we gaan niet echt officieel de punten bijhouden, maar gewoon een beetje toeradisch. Dus ik ging in mijn auto zoeken naar een prijs. Dit is een prijs. Ik twijfel of ik dit wel als prijs wil doen. Die wil ik eigenlijk zelf houden. Oké, ik doe het wel. Dat is wel leuk. En dit. Ik kan ook als prijs deze fles handgel doen, want die vind ik zelf totaal niet fijn. Die doe ik ook nog als prijs. De prijzentafel. Ik heb dit gekocht net. Dit zijn mijn auto, dit zijn mijn auto, dit zijn mijn auto, dit zijn mijn auto. Dit zijn mijn auto, dit zijn mijn auto. Dit is uit mijn auto, dit is uit de wc hier, dit is uit mijn auto en dit is uit mijn auto. En ik ga zo de quiz presenteren. Wat is dit allemaal? Mag ik het? Ik zeg bijvoorbeeld ik. En dan moet jij op je blad gaan zoeken wie denk je dat is voor Annemarie. Ja, dat... Hou je hem omhoog en dan kan ik dus zien of het goed is. Het gaat een beetje ja zo. Dus je moet gillen. Als we daarna merken dat het niet werkt, dan veranderen we het. Dat doe ik ook altijd in de klas. De meeste successen in mijn leven komen voort uit impulsieve acties. Oh, ja. Ja. Ja, Charlotte, ja, dat is het wel. Ja, dat is Charlotte. Ja. Yes. Dat was het. Dat was wel echt heerlijk, toch? Ja, dat was heerlijk. Jeetje. Jongens, het eten van kokers was echt heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Top. Dat kan wel leuk. Nee, dat kan niet. Nou, het 8:30, het was echt zo leuk. Lekker op tijd. Precies op tijd. Het staat tot 8:30 uren. Iedereen gaat lekker weg. Lekker prima. Morgen ben ik lekker met Hagen naar mijn oma en dan naar mijn ouders. Dus ik vind het wel lekker dat ik nog even een avondje heb. Maar het was zo gezellig en de quiz was echt geslaagd. Het waren gewoon 3 A4'tjes vol met vragen. En iedereen had iets van wow, heel veel. En uiteindelijk was iedereen tot het einde geboeid. Het was zo leuk. Mijn collega van het team uitje, die zei dus van nou, ik wil een quiz. Toen zei ik, oh, we moeten echt een quiz waarin we wat over elkaar te weten leren komen. Te weten komen. Dus nou, bijna iedereen had zijn vraag, had 2 feitjes ingestuurd. Ik had als feitje... De meeste successen in mijn leven komen voort uit impulsieve acties. En echt, bijna iedereen zei meteen, Charlotte, dat had ik dus helemaal niet verwacht dat ze dat wisten per se. En wat had ik dan nog meer? Ik had er nog één, wisten ze ook meteen dat ik het was. Super grappig. Maar ik had er 3 over mezelf, dat vonden ze niet eerlijk. Maar het was echt heel leuk en echt heel geslaagd teamuitje. Helemaal blij, helemaal leuk. Goed gevoel. Nu ga ik lekker haar bellen. Boe. Het is zo lelijk altijd. Ik dacht even lekker een maskertje of zo'n Garnier Hydra Bomb. Niet dat ik het echt nodig had of zo, maar terwijl ik was aan het opruimen ben hier. En mijn haarkleur is dit nu. Zonder dat er iets in zit. Heel veel gewassen, masker eruit gewassen. 3 keer gewassen, nu is het wel zo goed als uit. De kleur is wel prima. Ik twijfel nu dus of ik er zwart... Ja, dat kan ik nu echt niet laten zien met het masker. Of ik er dus nog bruine spray op ga doen, omdat ik het zo laat. Het is nu wel heel blond. Maar met dit masker op staat het sowieso prachtig natuurlijk. Jeetje, wat erg. Hallo, het is vandaag zaterdag. Mijn camera was leeg. Dus met oplading nood had ik hem uit de auto gehaald. We zijn aan het, niet aan het lunchen, maar mijn achternichtjes zijn met mijn oma en Inger, mijn tante.
aan het lunchen. En haar en ik kwamen om 2 uur, maar ik was er pas om 3. Dus ik ga even een koffietje aan het doen. En wow, het is super warm. We moeten onder een heater zitten. Maar ik heb echt een outfit aan, wat ik dus nooit durf te dragen. Met zo'n wijde broek. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik ga even plassen. Nu ga ik naar buiten. Zo makkelijk. Maar zo nou, is dat vooral weer zo'n mooie modelfles. Dat is een mooie fles. Die andere hebben ook een baard. Ja. Mooi Mirabeau. De andere flessen waren allemaal lelijk. Dit was de enige die mooi was. En er was er nog maar één. Kijk, hier zat ook een ster op. Een ster. Nou, ik zal je zeggen. Hij heeft ook dus 13% alcohol. En dat is dus dat is goed. Het hoogste percentage wat je kan hebben. Dat is goed. Ja, perfect. En hij heeft een hele mooie heel licht kleur. Zie je? Ja. Alle andere wijnen waren echt 10 keer roziger. Ja. Maar het is een beetje oranje. Dus ik hoop dat we voor jou ook lekker bier hebben dan. Ja, over datum toch? Nee, ik heb speciaal over datum gekocht. Gadver, je krijgt deze appel. Kijk maar eens, meneer. Heb jij de wijn even overdoet? Over datum bier. Minimaal 6 maanden over datum. Anders heb ik het niet. Ik ben benieuwd wat daar komt. Februari 21. Nee, dat is te vers. Dat is veel te vers, joh. Veel te vers. Deze is de 7 oktober 2020. Oh. Wow. Komt in de buurt. Dat is wel perfect. Nou, we toch nog even. We moeten uitstellen. Ja, we moeten gewoon buiten zitten, hoor. We hoeven niet buiten zitten. Jawel. Ik heb UV nodig. Lekker. Kijken. Wat? Is dat nog goed dan? Dat wordt alleen maar beter. Oh my god, dat is geweldig. We drinken geen rode wijn. Hebben jullie nog steeds dingen? Ha, en ik drink eens altijd rode wijn. En mama vroeg, hebben jullie nog toevallig een rode wijn? Heeft mama dit? En Rioja is in ieder geval hazenlievelings. Ik ben tegenwoordig meer van Merlot, maar ik drink nu deze rosé. Die wow, wie wil de doppert en wie wil de kaas? Ja, de kok mag dan wel doppert. Ja, maar weet je wat je ook kan doen? Deze in 2 verdelen? Ik wil wel zonder erwten, want daar kan ik toch niet tegen. Oh, dan neem jij deze? Denk ik niet, nee. Oh, ik mag eigenlijk ook misschien geen sperzenbonen. Weet ik eigenlijk niet. Sperzenbonen? Je hebt hier haar. Jij ook. Echt niet. Denk je nou serieus dat ik hier haar heb? Uit de oertijd is dit. Ben je gek? Tuurlijk heb ik uit mijn grot kwam om vlees te gaan halen. Waarom dan? Nou, lekker warm. Waar zou dat zijn? Eén maar. Wat een lekker vuurtje. Maandag, dinsdag wordt het 29-30 graden. Maar deze zaterdag is het nog een beetje koud. En vooral C en H hadden het koud. Dus ging de open haard aan. Het kacheltje, het allesbrandertje. Kijk eens. Wat een prachtig vuur. Wat een mooi vuur. En wat een warmte. Wij gaan naar de eetkamer. Merlot. Goede wijn opengetrokken. Merlot moet je dan binnen een jaar zo drinken. Echte Rioja. Heel sterk. Is die lekker? Ik weet het niet, hij gaat nog proeven. Ja, kijk, heel serieus als je vlogt. Geweldig, want het lijkt bijna op een soort fantasie. Ja, maar ja, het zijn wel echt de planeten. In de mensen begon de tijd natuurlijk. We hebben koffie gekregen voor op de camping. En ik had in de gaten van opa geweest. Ik was niet meer op tijd bij mijn eigen huurautobedrijf. Zo. De man ziet eruit als kattenkot. Sta maar. De gespierde man gaat de pizza snijden. Wel recht deze keer. Een andere smaak is belangrijk. Nee, maar dat is lekker. Dit was mijn geboortekaart. Helemaal gevonden. Stretting. Je hebt het gewoon gemaakt. Het is afschuwelijk dat je dat wil. Ja, snap wel lekker. Papa, jij was 29 toen ik werd geboren. Ja, we leerden elkaar kennen dat we 27 waren. Jij was 30. Nee joh, we trouwden dat we 28 waren. Ja, maar mama zei dat ze 30 was toen ze mij kreeg. Nee, we ook niet. Was 30. Wel? Nee, je zegt altijd 30. Hallo. Op mijn 30ste kreeg ik je, zei je altijd. Nee, je bent in 93 geboren en ik ben net 63. Dus eerst kom jij in april. Ja, oké, we scheiden wel 30 jaar, maar niet helemaal 30 jaar. We scheiden dus 29,5 jaar. Ja. Ik denk soms dat ik al 30 ben. Doei! Je ziet helemaal niks. Dat is heel leuk. We hebben net gesport met z'n allen. Behalve haar. Die heeft niet meegedaan. Nou, die heeft het goed meegedaan. Die heeft heel erg koudjes gevonden. Heb je gezien hoe ze rond tafel gaan?
Hé, het is vochtig. Ik mag weer rijden. Nou, het was lekker en was gezellig. Oh, rem, zat. Ja, die moet ik nu indrukken, toch? Mijn ouders kijken. Doei! Oh, dikke papegaai. Doei! Doei! Ja. Ineens krijg ik helemaal spierpijn. Het begon vanochtend hier van het roeien helemaal tot aan mijn onderarm. En in mijn rugblad. Kan in het woord komen. Schouderbladen. Hey Dickie. Dit vind ik zo leuk. Nu ga ik nog sapje erbij doen en koffie. Ik vind het helemaal leuk. Want dit doe ik echt zin om een B&B te beginnen. Dit vind ik heel leuk. Het is veel te groot, maar het staat gewoon heel leuk. Yoghurt, haverjoghurt, frambozen, blauwbessen. Muesli hebben we gisteren uitgezocht met niet veel suiker. Heel klein beetje appelgembersapje. Iets meer een limoen. Hij heeft cappuccino met een klein scheutje sojamelk erin en ik. Dit vind ik mijn lievelingscappuccino. Kijk, zo groot. Dus niet, eigenlijk is het iets te kleiner. Nou, eigenlijk is het volgens mij precies een cappuccino. Lekker. Yummy. Ha, en ik zit in de trein. Hij heeft een mondkapje op van de webshop, dat is super grappig. En we hadden een fiets geleend van mijn buurmeisje. We wilden niet met de auto, want het is super lekker weer. Dus we hebben een kwartier gefietst. Nu zitten we in de trein en dan gaan wij even lekker naar Almere. Dat is wel chill. En mijn huid is heel slecht. Dus ik ben super blij dat ik een mondkapje op heb. Zitten wij bij Barista Café hier in Almere. En we gaan voor broodje avocado en broodje zalm. Lekker. Ik ben heel vaak in Almere geweest, maar nooit hier op het terrasje gezeten. Ik zei tegen haar van, hey, heette dat niet in Zwolle waar we waren wat we zo leuk vonden, ook Barista Café. Maar toen zag ik dit, toen dacht ik dat het anders was. En toen zag ik ineens, oh, Blue Butterfly Latte. En toen ging ik eens kijken en het is hetzelfde als in Zwolle. Alleen hier hebben ze niet die online kaart. En ik merk dus dat ik die kaart veel leuker vond dan deze, terwijl het exact hetzelfde is. Deze vond ik ook heel lekker hoor. Maar daar zaten dus allemaal plaatjes bij, wat ik jullie had laten zien. En dat is echt een tip of zo, vind ik, als je zo'n café begint. Want daardoor ga je het veel sneller bestellen, omdat je ziet hoe het eruit ziet. En Haas even bij de Primark een korte broek aan te halen, want het is super warm. En hij heeft een biertje. En ik neem denk ik geen drink, want zit ik altijd zo vol. Hij heeft carpaccio met van alles. Ik heb smashed avocado. Lekker. Gisteren had ik bij mijn ouders rosé. Ik vond het zo lekker. En ik kreeg ook geen buikpijn dat ik er hier ook in heb besteld. Hij ziet er heel lekker uit. Ik vind hem in ieder geval lekker. Ik heb een gemberthee met sinaasappel en een fusie. Ja, en ik zijn bij de normal. Ze hebben hier ook allemaal testers. Ik heb net dit op mijn benen gespoten. Super lekker. Dit vind ik heel leuk, maar het is best wel duur. 27. Heel leuk. Te geweldig dit. Zo geweldige dingen. Deze neem ik mee. Laat me doen. Vroeger spaarde ik deze labello's. Ging ik echt altijd in Frankrijk eens op zoek naar labello's die ik niet had. Ik neem die mee. Ik twijfel over die. Ik heb trouwens net mijn handen gerespecteerd voor iedereen die het weer gaat zeggen. Ik moet het even laten zien. Wat? Je hebt het verkeerd opengemaakt. Hij heeft ginseng shotjes of zo. Bij de toko. Je hebt het fout gedaan. Alsjeblieft. We snappen er dus helemaal niks van. Staat er dus use and use straw of zo. Hoe noem je het? Inserted straw. Ja, het smaakt best wel lekker. Het smaakt een beetje naar liqueurtje. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Udon noodles. Mijn lievelings. Dat kan je bijna nergens krijgen. Dit is een soort van gefermenteerd schimmel iets of zo. Mijn broertje drinkt dat wel eens. Kombucha. Dat is allemaal van een normal. Dit, zodat haar straks mijn hoofd kan masseren. Deze schoonmaakdoekjes. Heel veel maskertjes. Deze. 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 Super veel maskertjes. Oh ja, heel leuk. Twee kaartjes. 50 cent. Ik hou heel erg van kaartjes. Nog een masker. Deze. Deze. Die had ik laatst ook gekocht. Deze. Wij zijn thuis en lekker gaar. We hebben gefietst. Dus naar het station, toen naar Almere met de trein.
Het mondkapje. Toen waren we best wel laat terug. Toen gingen we nog naar de Maxis fietsen. En vanaf de Maxis weer naar huis. We gaan weer barbecuen. Ik wil even laten zien wat haar had gekocht. Mijn geheugen is vol, dus ik moest even geheugenvrij maken tijd. Oh ja, ik heb nog iets heel leuks gekocht. Bij de toko. 8 euro en 6 euro. Die kleine is in verhouding heel duur, maar ik smolt echt. Ik moest het echt hebben. Bij Amazing Oriental in Almere. Bolly cup. Dit is die bril van de Normal. Echt geweldig. Super groot. Dat vind je echt nooit ergens van montuur. Zo groot en rond. Ah, hij heeft vuilniszakken. Noedels van de toko heeft hij. Nog meer noedels. Dit is dit drankje. Kombucha. Ik vind het niet zo lekker, maar mijn broertje is hier echt fan van. Gefermenteerde levende groene thee of zo. Dat is ook nog van de toko. Kleine kokosmelkjes. Hey. Handdoeken. Servetten. Het worden een soort van mini handdoekjes. Als je er water bij doet. Ik wil het echt testen. Zullen we dat testen? Of niet? Ik ben echt benieuwd. Super cool. Ja, de witte wijn, misschien kunnen we dat een keer drinken. Misschien vinden we het wel lekker. Het ziet eruit als een pepermuntje. Super grappig. Paradontax. Geurding voor de wc. En cooling and calming. Soothing aloe vera gel. En deze video. Bolly, doe even normaal. Even testen hoor. Just add a splash of water. Wow. Oh, het is geen handdoek. Het is zodat je een zakdoekje hebt of zo. Ah. Het is geen handdoek, hè? Het is gewoon zodat je een vochtig doekje hebt. Dat is het gewoon. Zodat je je baby kan de billen kan schoonmaken. Voor je eigen billen. Moet je je billen even schoonmaken. Oké, we zitten klaar voor de babykeur. Het is 9:50. Maar morgen ben ik dus vrij en haar hoeft ook niet zo vroeg op. Dus dat is wel heel lekker. Dus minder tijdsdruk voel ik dan. Lekker salade, kip, garnaal. We hebben deze erbij gekocht om te kijken of het dan lekkerder wordt. Want we hadden een keer garnalen op zo'n ding gekocht. En die gingen veel minder shrinken. Zo noem je dat? Slinken. En we gaan dus witte wijn drinken. Dat hebben we nog nooit gedaan. Hoe kom jij nou in stokjes bij die mais? Hoe heb je dat nou geregeld? Oh, sushi stokken. Lekker hoor. Zijn ze nog wel goed? Deze was ook al op datum, maar dat is wel echt goed. Nou, ik ben wel benieuwd een witte wijn. Ja, ik vind het sowieso heel lekker. Alleen dat jij daar alleen niet van houdt. Maar hij zegt dat het mais echt heel lekker is. Hij heeft er een... Ik kan de laatste tijd niet op woorden komen. Sushi stokje. Hoe noem je dat? Stokje. Gewoon. Stokje. We hadden dus maaltijdsalade, we hebben garnalen en mais. En voor de rest gaan we niks meer erop gooien, want ze zitten super vol al. Heel lekker klinkt het. Heel juicy. Jongens, ik ben deze koffie aan het drinken. En ik vind hem echt niet lekker. En ik kijk naar de ingrediënten. Oatbase, water en 14% oat. 75% sunflower oil. En 20% koffie. Nou, dat vind ik zo smerig. Sowieso snap ik niet, 75 en 20. Oh ja. Dat staat er in het Engels. En in Nederland staat er alleen... Dat is een spelfout, joh. Oh. De oatbase bestaat uit water, 14% oat en 75% sunflower oil. En die basis is 75% van het drankje. Ah. Oké. Okay. 20% koffie. Nou, ik vind dat alsnog wel heel weinig. Hallo. Hij had vandaag een afspraak om 10 uur in Leiden en ik ging mee, omdat ik vrij was. En hij heeft dus vandaag ook allemaal afspraken, waardoor hij niet hoeft te werken. En toen zei ik, dan ga ik mee, want dan kunnen we even lekker in Leiden chillen. Het is hier zo geweldig en het weer is echt prachtig. En hier wil ik heel graag eten bij Roos. En ik eet dus wel yoghurt. Ik heb jullie dus verteld dat ik zo min mogelijk koemelk wil, blablabla. Maar voor mijn darmen is het zo goed, dus ja. Ik neem deze. En dan heb ik gezegd dat ik geen cashewnoten mag en geen pistache. Volgens mij kan mijn buik er niet tegen. En H neemt deze. En dan neem ik een iced kokoslatte. Dat is alleen maar koffie en kokosmelk. En H neemt een espresso en we hebben ook water. Maar eigenlijk heb ik er zoveel zin in. Heel lekker. Net vakantie dit weekend. Besteld. Twee. Ja. En straks krijgen we de derde.
Ik had er net ook al besteld. Ja, dat ook al. Nou, dit is perfect. Dit is gewoon koffie met kokosmelk. Ook niet zoveel. Oh, ik ben benieuwd. Jij moet het even proeven. Jij bent gek op kokos. Dit is echt gezond. Ja, het is echt het lekkerste broodje op aarde. Voor mij is het ook wel heel lekker hoor. Wauw. Ik neem nooit zoiets, maar ik had er zoveel zin in. Ja, het is weer een afspraak en ik ga lekker hier werken. Super chill. Ik haal dus nu de volgende afspraak. Ondertussen heb ik dus hier lopen werken. Ruim een uur, best wel chill. En nu zitten we weer. Hij heeft mij weer opgepikt. Nu gaan we naar mij. En ik ga weer editen, want anders red ik het niet. Ik heb alweer 8 dagen geen video geplaatst. Jeetje, ik loop echt een maand achter. Het is echt gestoord. Het vind ik niet eens leuk meer. Daarom dan ga je eindelijk met je voelen wat ik voel, dat je zin krijgt om, wow, ik kan nu dit doen. Herring. Wil jij weer de kontjes nemen? Wow, yo. Vanavond gaan we de kip opmaken die ik nog in de koelkast had liggen, die vandaag op moet. Because we love BBQ. Het is wel een lekker leuk lang weekendje. We zijn wel moe. Lekkere chill kleding. Pieter. 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 Heb je altijd zo'n dikke staart? Ben je gewoon fluffy? Ik ga nog steeds aan het barbecuen. En dan gaat hij weer naar binnen. Dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet me niet te volgen op Instagram. En dan zie ik je bij de volgende vlog. Doei!